Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Op maandag 19 september reikte burgemeester Gert de Kok een bronzen bever uit aan Ria van Hulten van Beurden uit Made. Zij zet zich al 15 jaar lang zeer intensief in om de vrouwen van nu, dit was voorheen vrouwenorganisatie KVO in Made, draaiende te houden. Sinds 2007 is ze bestuurslid en organiseert ze allerlei activiteiten, waaronder informatieavonden, fietstochten en de kerstviering voor leden en belangstellenden. Sinds 2012 is ze ook voorzitter van Vrouwen van Nu. Daarnaast is mevrouw van Hulten van Beurden van 2011 tot mei 2022 collecteorganisator en collectante geweest bij het Prinses Beatrix Spierfonds binnen de gemeente Drimmelen. Ze is ook actief als collectante voor het Longfonds en Nierstichting. Ook heeft mevrouw van Hulten van Beurden van 2012 tot 2019 haar bijdrage geleverd in de kledingcommissie van de Madense Boys. We brachten vorige week in 42 Actueel beelden over de verbouwing van de Bernarduskerk. Deze week willen we u een virtuele doorkijk geven, waardoor het voor u duidelijk wordt hoe het nieuwe culturele centrum eruit moet komen te zien. Volgens Breda Bouw wordt er naar gestreefd volgend jaar oktober het nieuwe culturele centrum in de Bernarduskerk op te leveren. Dat is een hele klus, want nog niet zeker is of alle materialen wel op tijd aangeleverd kunnen worden. Dat daar de huidige onrustige situatie in Europa aan ten grondslag ligt, zal u waarschijnlijk niet verbazen. De gemeente Drimmelen stuurt een klusbus de wijken in om inwoners te helpen hun energiekosten te verlagen. Het klusteam van de organisatie Klimaatroute gaat met radiatorfolie, tochtstrips, ledlampen, slimme thermostaatknoppen en veel energietips de wijken in waar slecht geïsoleerde huur- of koophuizen staan. De medewerkers van Klimaatroute installeren de producten ter plaatse. Deelname is gratis. Men geeft tips om verder te besparen op de energierekening en houden daarna ook contact met de bewoners. Hierbij staat ons zorgen centraal. De gemeente werkt momenteel aan meer maatregelen om de inwoners tegemoet te komen bij het verlagen van de energierekening. Het kabinet wil de stijgende energieprijzen dempen met onder andere een eenmalige energietoeslag voor mensen met een laag inkomen en het verstrekken van middelen aan gemeentes voor de aanpak van energiearmoede. Huishoudens in de gemeente Drimmelen met een inkomen tot 120% van het minimum kunnen een aanvraag indienen voor een eenmalige energietoeslag. Per adres stelt de gemeente voor die inwoners totaal €1300 beschikbaar. Inwoners die hiervoor in aanmerking kunnen komen, ontvangen in de komende weken een brief van de gemeente. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Drimmelen. Op woensdagmiddag 5 oktober aanstaande zal Repair Café haar deuren openen bij Sovac in Terheide. Vanaf die datum gaan vrijwilligers met verstand van zaken eens in de twee weken samen met inwoners van de gemeente Drimmelen hun kapotte spullen repareren. Repair Café is uitgegroeid tot een internationale organisatie die het belangrijk vindt duurzaamheid te bevorderen. Dat wil men bereiken door repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving. Het Repair Café biedt mensen ook de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier buurtgenoten te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen. De officiële opening vindt plaats op 5 oktober om 2:30 'smiddags. Het laatste volle weekend van september. Vaste prik, traditie van wat vroeger uitgaan was, met nieuwe kleren en nieuwe schoenen naar de kermis in Made. Van 23 tot en met 27 september staat het centrum van Made weer vol met meer dan 20 kermisattracties en kunnen de kermisgangers weer genieten. Op kermisvrijdag wordt de kermis door wethouder Lieke Schuitmaker geopend. Zij doet dat bij de draaimolen op de hoek Schoolstraat-Marktstraat.
Voor de kinderen die verkleed mogen komen is een kinderprogramma met een piratenshow. Op dinsdagmiddag 27 september tussen 3 en 5 uur zijn er dit jaar ook prikkelarme uren ingesteld. Uiteraard wensen we iedereen veel plezier. Hotel De Korenbeurs in Made, een bedrijf met een lange en rijke historie, wordt per 1 november overgenomen door Fletcher Hotels. In 1882 werd het pand geopend als Made's koffiehuis. In die tijd reed men vooral met paard en wagen. Een koffiehuis naast de plaatselijke hoefsmid was toen een logische keuze. In het pand van de voormalige hoefsmid is nu Shirley's Eethuis gevestigd. In 1892 werd de naam Made's koffiehuis gewijzigd in De Korenbeurs. Deze zaak is bijna 60 jaar in het bezit geweest van de familie van der Made. Zij namen het hotel met restaurant over van de familie Nuiten. Sinds 1963 heeft de familie van der Made met veel liefde, passie en typische Brabantse gastvrijheid het horecabedrijf gerund. Voor Todd en Marja van der Made, de huidige eigenaren, kwam nu de tijd en de mogelijkheid het stokje over te dragen. Zij hebben aangegeven dat alle activiteiten in De Korenbeurs door zullen blijven lopen en dat ook verenigingen er hun activiteiten kunnen voortzetten. Uiteraard wensen wij Ton en Marja veel geluk toe in hun nieuwe fase van hun leven. Maakt u iets bijzonders mee wat het vermelden waard is, zoals bijvoorbeeld vorige week de redding van een havik? Weet u dat u zelf mee kunt helpen om 42 actueel ook echt actueel te houden? Organiseert u een activiteit in de gemeente die het vermelden waard is? Hebt u daar wellicht ook goed beeldmateriaal van? Stuur dat naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. Wellicht komt dan ook uw nieuws in onze uitzending. Dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Drimmelen? We zien u graag weer volgende week.